Hey, ik ben Chester en welkom bij een nieuwe video hier op mijn kanaal Chester. Vandaag ben ik hier weer met je boy Simon. Kom op, hè. En we gaan weer Pokémon vangen. En we lopen hier eventjes richting het strand toe. Om even wat Pokéstops te pakken in ieder geval. Hoeveel moet je die hebben? Maar we gaan kijken weer wat we vandaag kunnen gaan vangen. Ik heb op dit moment nog niet screen recorder aan. Omdat we op dit moment gewoon nog even een stukje lopen. Zo te zien is 3, 2, 1. Hier weer de bunker van de vorige video. We lopen weer heel dat stuk af. Waardoor we ook eventueel weer... even deze Pokéstop niet missen. Waardoor we ook weer wat kilometers lopen voor ons eitje natuurlijk. Maar ik zal gewoon zorgen dat straks mijn screen recorder weer goed aanstaat. Hopelijk... crash je nou niet de hele tijd? Kijk dan, iedereen loopt hier naar beneden. Hoe heet je kanaal? Hè? Hoe heet je kanaal? Omgezesto. Ga ik opzoeken, oké? Is goed, jongen. Lekker bezig. Dankjewel. Kijk en abonneer. Yo. Nou, we lopen dus even dat hele stuk af daar zo. En we gaan dan wel mijn screen record aanzetten als het nodig is. Het ziet er echt heerlijk, maar ook echt heerlijk uit hierachter. Het is echt super mooi. Dus we gaan lopen, jongens. Let's go. So, ik heb zojuist even een paar kleine aankoopjes in de store gedaan namelijk. Ik heb eventjes 200 pokeballen gekocht. Een back upgrade. En een store upgrade dat ik iets meer Pokémon's bij me kan houden. Ik had even wat pokeball nood. Pokeball nood klinkt zo fucked up. Ik heb op dit moment items, pokeballen, 238 pokeballen. Dus ik kan weer wat Pokémon's vangen. Gisteren was ik hier ook. En toen, hoe zeg je dat? Toen begon ik de avond met 205 Pokéballen. En ik eindigde de avond met 75 Pokéballen. Aardig wat Pokémon's gevangen natuurlijk. Waaronder mijn Blasters die escapeden. Maar we lopen even dit rondje af. En om hier al mijn screen recorder voor aan te zetten is een beetje boosje. Want er zit hier echt letterlijk niks. Behalve een Pokéstop. Ik zal even laten zien. Let op. Deze Pokéstop. De hut. Kijk. Dit is hem. Dan 3, 2, 1. Wat krijgen we eruit? Kan je dat zien? Twee pokeballen en een potion. Je hebt dus een keertje om mijn hand. Nou, hè? Je hebt dus een keertje om Jan. Om mijn hand, hè? Nou, we hebben natuurlijk deze pokes opgepakt. We gaan nu het strand hier dadelijk naar beneden. Om eventjes onze egg te hatchen, om het zo even te noemen. En gewoon om eventjes een beetje uit te wijden. Alhoewel het wind stil is. Dus we gaan eventjes naar beneden lopen, hè Simon? Heerlijk. Heerlijk weetje. Yes. Het lijkt wel de Stairway to Heaven hier zo. Maar nee hoor, het is een trouwerij daar zo. Nou. Mocht je dit ooit kijken, van harte gefeliciteerd met je trouwerij. We lopen gewoon rustig hier zo. De traptreden af met mijn mooie Nike's. Kijk dan, oh wat mooi. Oh, heb jij hebt ze ook morgen, hè? Morgen grijs halen. Je hebt de grijs, hè, morgen. Jammer. Kijk, ik heb ze nu in het rood aan. Helemaal top. Naast de trouwerij, zoals jullie zien. En we zijn nu officieel op het strand. Zullen we zwemmen? Daar is de zee. Hey, je bent niet goed, hè? Gisteren gingen mensen zwemmen voor de Blastoise. Ja, joh, Harry. Nou, daar is de zee. Daar is de trouwerij. Kijk eens, die is even vis aan het maken. Lekker. Laten we met even een gym aan te vangen, aan te vallen, snel. Te laat om een screen aan te zetten, want dan film ik het maar even zo. Hij is mij aan het aanvallen, echt een vergist. Ja, er zit ook nog een Dragonite achter. Die Golduck is al weg. Jij bent dood, Simon. Vaporeon zit er nu in. Ik heb mijn eentje tegen drie. Er zit ook nog een Dragonite bij. Zo, die executor is sterk, gek. Gyarados. Kom op. Als ik die Gyarados nog heb, hè. Ik heb die Gyarados nog. Ik heb gewonnen. You won. Let's go, jongens. We hebben hem. Zo easy gaat dat. En nu is hij nog steeds van jullie zeker. Nou, we moeten hem nog een keer even capturen. Dat gaan we dus mooi niet doen. We gaan nu lekker omhoog. Ik heb eventjes mooi jullie uit die gym geslagen, Team Rood. Simon en ik hebben bijna 2 kilometer gelopen. Dus we gaan nu even deze hele trap op. En even wat te drinken halen. Want ik heb redelijk dorst in ieder geval. We hebben eventjes de gym. Althans, ik heb hem niet gepakt. Want Simon's team heeft hem nog steeds. Kijk, ik ben Team Geel. Maar ik heb een rood shirt aan. Dus het klopt niet helemaal in ieder geval. Maar we gaan eventjes wat drinken. En dan gaan we weer verder met Pokémon hunten. Meneer Simon moet per se als hij een bal gooit stil blijven staan. Ja, anders ik kijk, heb autisme, joh. Je kan het ook gewoon doen. Zoals ik het doe. Je klikt kijk de Pokémon aan. Kijk eens. Nieuw in de Pokédex. Ja, dat is hem wel. Kijk, je kan het ook gewoon zo doen. Pak een bal. En gooi je gewoon volledig mis. Ja, ik gooi mis, ja. Hier, zie je? Laat hem een spinbal. Kijk, hier. Je staat stil. Je hebt het zelf. Oh ja, ik sta stil, ja. Oké, loop het en gooien. Heb je de boot op zo gewoon? Ja, kijk eens Simon, ik loop. Nee, dat niet. Ik loop en ik heb hem. Zo, ik ben trots op u. Oh, hij springt eruit. Nog een keer jongens, dan. We hebben een eitje. Heb je een eitje? Oké. Film mijn eitje. Film je eitje. Film je eitje. Wat is het? Het is 5 kilometer. We krijgen ook weer grootste eitje. Snip het eruit. Oké, we hebben hem. We hebben deze. Let's go. Oh, we hebben deze. Bam, bam, bam. Oké, Simon, nu gaan we drinken halen. Ja. Echt moker veel dorst. Oké, jongens. De spant en de elektrobus voor me. Oké, die moet ik hebben. Camera tussen mijn benen.
Deze moet ik hebben, jongens. Oh, oké, deze mag niet ontsnappen. Hij is niet heel goed, maar hij is hoger dan mijn normale. Ik gooi mijn ultrabal mis. Ah, dat voor mij is ontsnapt. Ik gooi twee ultrabal mis. Oké, let's go. Wat zegt het, jongens? Kom op. 1, 2, 3. We hebben hem. We hebben hem. We hebben hem gewoon. Let's go, we hebben hem. Kijk. Electrobus was caught. Hoppakee. Zo doen we dat. Hoppakee. Oh, wat is het heerlijk, jongens. Wat is het heerlijk. We hebben de Electrobus. Heb je al snaps? Ja, lekker voor je. Nee. Voor mij is gisteren mijn, hoe heet dat? Blaster. Mijn blaster is al snap. Dus ik snap hoe het voelt. Maar we gaan nu even snel wat te drinken halen. Want ik heb echt, zoals ik net al zei, super veel dorst. Jongens, in de Flareon. Ah, een Flareon. Deze moet ik nog, daar heb ik alle Eevees. Ah. Pauper. Ah. Oh, nice throw, kom op. Kom op. Nee, hij komt er gelijk uit. Hij komt er gelijk uit, fuck. Nog een raspberry. Kom op. Ik gooi mijn bal mis. Oh, fuck. Kom op, ik moet weer even tussen mijn benen doen. Oh, let's go, kom op, alsjeblieft. Alsjeblieft. Hé, hey, nou, hij blijft eruit komen. Shit. Gooi er een raspberry. Oh. Nee, hij blokkeert mijn bal. Hij blokkeert mijn bal, of is. Oh. Ik heb nog maar twee ultraballen. Ik kan geen raspberry meer gooien. Oh, kom op, alsjeblieft. Alsjeblieft. 1. 2. Nee, tuurlijk niet. Fuck. Geen raspberry. Alsjeblieft, jongens. Kom op. We moeten hem hebben nu. 1. Nee, hij blijft eruit komen. Gooi gewoon blauwe ballen hierheen. Ja, kom op. Alsjeblieft. Alsjeblieft, kom op. We hebben hem nodig. Dan heb ik alle Eevees. 1. 2. Nee, fuck. Oh. Dit wordt echt de spannendste ooit. Ik sta met één hand. Kom op, great throw, kom op. 1. Nee, hij blijft eruit komen, fuck. Iedereen vangt hem hier zo en ik niet. Zoals ik heb hem gevangen. Ik gooi mijn ballen mis. Kom op, alsjeblieft. Oh, dit is zo stressig, hè. Ik heb hem! Ik heb hem! We hebben hem! Oh, ik heb alle drie de Eevees nu. Ik heb een beetje al een Eevees kanaal. Oh, fucking hell, die gets the progress. Kijk dan! Iedereen komt hierheen, gek. Kijk dan! Oh, let's go! Yes! Alright, we zitten nu weer gewoon op de goede plek in Kijkduin. Ik ken mijn Flareon gevangen, dat houdt in dat ik alle drie de evaluaties heb van Eevee. Maar ik ga mijn Sparky. Wat heet die naam? Wat is Sparky's echte naam? Je hebt Vaporeon, Flareon en. De Eevee toch? Ja, Jezus Christus. Ik weet het niet. Wat doe jij, jongen? Zijn dat kak? Ja, knip. In ieder geval, dan ga ik mijn hoogste Eevee evalueren naar die electro-versie daarvan. Die is bij mij echt super laag. Dan heb ik 3 Eevees boven de 1000. En dat is wel de bedoeling natuurlijk. We zitten nou gewoon hier chill. Pokémon's vangen. Het is matig vandaag. Tot nu toe is het matig. Pakken we even deze Eekins erbij. Zo, oh, ik ga even mis. Die was raak. Het is nu wel echt super druk, man. Het staat opeens helemaal vol, hè. Het was net nog een beetje rustig. Het is opeens helemaal vol gelopen hier. Toen natuurlijk voor ons, hè. Ja. Nee, omdat die Flareon hier zit. Dat is best wel nice, we hebben hem in ieder geval. Oh, Slowbro weer. Oh, post op. Of niet te hebben. We moeten deze Slowbro hebben, jongens. De eerste bal gelijk weer mis. Laten we dan gelijk maar een curve erop gooien. Curve voor geluk. Oh, wat een slechte curve al. Deze was raak. Deze was ook raak. Oké, ik moet harder gooien. 1 seconde. Kijk, zo moeten we gooien.
1, 2. En hij schiet eruit. Hou is mogelijk. En dan doet hij zijn actie dat hij de bal cancelt. Ja, zo ga je snel de bal heen. Of je gooit gewoon alles mis, zoals ik. Nou, ik ben ook... Oké, deze was raak. Ik ben ook niet goed bezig in ieder geval. Maar waarschijnlijk is een van de volgende video's op mijn iPhone 7. Hoe zeg je dat? Duur ding. We hebben hem. Let's go. Weer een nieuwe Magikarp voor mijn tweede Gyarados. Moet ik wel raak gooien. Let's go. Je hebt nog niet eens één Gyarados, hè? Nou, je bek, joh. Heb je er al eentje? Nee, hè? Maar hebben we deze? Tuurlijk. Bam, die hebben we. Op naar de Gyarados nummer 2. Hoeveel candy zit ik nu al? Op. 23 candies. We zijn goed onderweg. We zijn alweer goed onderweg, jongens. Allee, weer een Rhino, jongens. Als ik deze vang, kan ik hem evalueren. Als ik deze vang, kan ik hem evalueren. Kom op. Deze moeten we even hebben. Ik gooi een Great Ball erop. Dan moeten we hem hebben. Kom op. We need this one. 1, 2, 3. Oké, we kunnen hem evalueren. We kunnen hem evalueren. Oh, let's go. Ik ga hem gelijk evalueren hier zo. Als het goed is, kan het. Ik kan hem precies evalueren. Oké. Ga naar Pokémon. 641. Evolve. Yes. Daar gaat hij. Holy shit. Wat gaat dit worden? Het wordt een Rhydon, geloof ik. Maar ik weet niet hoe hoog die wordt, dus dat gaan we nu zien. Zo. Dit is hem, let's go. Maar hoeveel CP is die? Daar gaan we, 3, 2, 1. Eerst nog een gisteren toe Pokédex natuurlijk, kom op. Hoeveel wordt dit? 1236. Niet heel goed, maar we hebben hem in ieder geval. Daar gaat het om. Let's go. We gaan even een stukje lopen voor onze eieren, hè, Simon. We gaan een lekker stukje lopen. Let's go. Simon en ik zaten net naast iemand. Die kwam uit Amsterdam. En die heeft ons aangeraden om een keer naar het Vondelpark te gaan. Ik wou er zelf ook al een keer heen. Maar hij heeft echt bevestigd dat het daar dus super goed moet zijn qua Pokémon. Dat je in anderhalf uur tijd je Kabuto kan evalueren. Dus we gaan gewoon daar een keer op een vrije zondag heen. Of zaterdag, waar we zin in hebben. En dan gaan we daar gewoon een video van maken. We gaan nu even teruglopen en kijken of eventueel ons ei kan uitkomen. Het moet nog maar een paar honderd meter. Dus ja, we zien het al. We gaan nu eventjes gewoon een stukje lopen. Gewoon om ons eitje uit te laten komen. Hopelijk werkt het een beetje. Op dit moment zitten hier niet heel erg veel. Nee, we gaan gewoon eventjes lekker lopen voor ons eitje. Oh, er spant wel wat. Wat spant er? Oh. Een pitje, die gaan we dus eventjes niet pakken, wat dacht je daarvan? Wij gaan eventjes ons rondje aflopen. Dan hebben we weer rond de 400 meter erbij zitten. We lopen, laten we zeggen, een soort van rondje door Kijkduin heen. Wat best wel decent is. Hier is het winkelcentrum zo heel mooi bij mij. Wij lopen dit hele stuk af. En dan nog via de boot het andere stuk terug. Dus ja, dat is gewoon perfect, toch zien? Ik vind het mega. Jullie horen het. Simon, wat krijg je uit je eitje? Het is een Zubat, jongen. Oh, wat is het weer een drama. 2 kilometer uit. Wat is het weer een drama. 26 CP. Ik heb een, heb ik gevangen? Een Krabby. We lopen hier zo eventjes. Ik weet niet of die scherp staat. Ja, zo. Dit stuk af. Oh, een hond. We lopen dit hele stuk af. Om ons eitje uit te laten komen. Want, hoe lang ver moeten we nog? We moeten nog, ja, ook al 1 kilometer lopen. Tot alle 2 kilometer ijs terug uitkomen. Dat is nog wel eventjes. Ik ga eerst nu die Magikarp vangen die er is. Want we gaan natuurlijk sparen voor een 2 Gyarados. Dus we gaan deze vervangen. What the fuck zit hier? Electrobus. Wat, dat is fucking slecht. Gewoon meelopen, joh. Dat hele stinkding is bij mij net weggerend. Ik vang hier een Clefairy. Kijk dan. Alles komt eraan. What the fuck is hier aan de hand? Ik heb geen idee. Wat is hier? Lekker een busje ofzo. Ik kijk even bij mijn recent. Ja, oké, wacht. Deze hebben we nu. Nee, is een Magmar. Is een Magmar. Nee. Is een Magmar. Is een Magmar. Ja, een Magmar. Echt? Een Magmar. Rennen. Een Magmar. Een Magmar. Die heb ik aan mijn eigen gekregen, maar ik wil hem nog wel hebben. Waar zit die dan? Maar. Kijk dan. Oh, jongens. Donald. Waar zit hij? Waar zit hij dan, Simon? Hij zit beneden. Echt? Laat alles zitten wat er nu zit. Ik zeg een Magmar. Wat zit er dan? Een Magmar? Er zit nog 30 seconden Magmar. Nog 30 seconden? Simon, nog 30 seconden! Nog 30 seconden! Kijk dan helemaal! Waar zit hij, jongens? Lekker! Ik heb hem maar! Hij is al verdiespand! Nee!
Ja, hij is al gedespawned. Nee! Fuck, hij is gedespawned. Iedereen komt op dit moment terug achter ons. Want ze hebben het niet gehaald, wij ook niet. Maar goed, in ieder geval. Ik ga nu even naar huis. Simon gaat ook naar huis. Ja. Ik ga mijn powerbank opladen, ik ga mijn telefoon opladen en dan ga ik vanavond met mijn oom en mijn neef hierheen. Dus het wordt een nacht Pokémon sessie, hé. Wat vind je daar nou van? Je bent ontspoorlijk gek. Kijk, het wordt... Oh, ik word weer gebeld. Ik word weer gebeld, dus ik neem eventjes op, jongens. De politie is weer boos, jongen. Kijk, de politie is weer boos. Ze zijn weer boos dat we hier zijn, Simon. We moeten weg hier. Kijk, de politiehelikopter. Kijk dan. We hebben een Pikachu, jongens. Hier. Oh, hij ontsnapt natuurlijk weer. Pikachu. Raspberry erbij. We lopen naar de fiets op dit moment. Gooi weer een ultrabal op. Je spoort ook niet dat je een ultrabal op een Pikachu gaat gooien. Ah, ja, hij ontwijkt hem. Hij is 300 nog wat, dus moet wel eens. Kom op. 1, 2, 3, we hebben hem. We got him. Pikachu. Kijk eens hier, hier is hij. Hoeveel is hij voor jou? Ja, 345 man. Ja, mijn ook. Ja, nee, mijn is 222, fuck. Oké, okay, er zit hier ook nog een kof in. Zoals je hier ziet. Dat is eet. Nou, gewoon first try, hè? Ik ben hem wel aangeraakt, maar kijk. Iedereen loopt op dit moment nog naar daarachter. Waarom? Omdat ze nog steeds denken dat er iets goed zit, maar er zit helemaal niks meer. Hij is ontsnapt. Die Magma was gewoon kapot. Ja, we waren er. Terwijl we daar waren, ik ga alles mis. Kom eens even hier staan. Ik ga alles mis. Ik had net de kop voor jullie. Oké, let's go. Laat hem nou even hebben, jongens. Ja, we hebben hem. Let's go. Let's go. We hebben hem. Nu gaan we echt naar huis. Nu gaan we echt naar huis, maar we moeten echt even alles opladen. Want we blijven hier waarschijnlijk weer tot in de nacht. Dus dat wordt een nacht Pokémon video, jongens. Wordt het leuk. Oké, okay, Simon en ik rijden nu dus ergens hier. En kijk, Duim hadden de verkeerde afslag genomen. Dus we zijn een beetje verdwaald, een beetje maar. Ja, joh. Weet je de weg? Ja. Oké, okay, je gaat fixen, want ik heb nog maar 50 minuten om alles op te laden nu. Ja. Fuck, Simon. Oké, okay, ik ga hierbij de video afsluiten. Want anders duurt de video echt te lang. Want het nachtstuk is echt super lang. Dus mocht je nou genoten hebben van deze video, laat je blauw duimpje omhoog achter. Nou, natuurlijk enorm. Als we de 200 likes kunnen halen, zou dat awesome zijn. Abonneer voor meer op mijn kanaal. En dan zie ik jullie morgen, hopelijk om 3 uur, weer bij een nieuwe video, jongens. Thanks for watching. Doei.